Ja, vrienden. Merry Christmas. Ja. Voor jullie allemaal. Ja, dat je gewoon maar. Ja. Leuke dagen mag hebben. Ja. En, maar ik moet jullie toch nog even meegeven. De laatste peiling, heb je die nog gezien? Ja. Laatste peiling. Dat je hem nog even meepikt zo. Tijdens de kerst. Ja, 48 voor de PVV. 48 zetels, kun je je voorstellen. En de VVD, ja, die verliezen weer 3. Ja. En dingetje bleef gelijk. Zeg maar, Timmermans, het bleef gelijk. Nou goed, dat jullie dat weten voor de kerst. Maar één tip. Vrienden, doe het niet. En neem deze informatie niet mee naar het kerstdiner. Ja, want daar gaan jullie nou naartoe natuurlijk zo. Naar wel of niet verplicht kerstdiner. Mondje dicht. Nergens over beginnen. Niks politiek dit keer. Nee, dat kan echt niet. Vrienden, je krijgt de allergrootste ruzie als je daarover gaat beginnen. Oh, en doe het nou. Voor je het weet, zit er een van de tantes en dat is dan ontzettend woke en die gaat jou vertellen hoe je moet gaan praten en wat je allemaal moet gaan zeggen. En je krijgt me daar een ruzie. En je krijgt me daar een scheldpartij over tafel. En dat wil je niet weten gewoon. Ja, en begin ook niet over het weer. Ga nou niet zeggen van, oh het regent de laatste tijd. Nee, want dan krijg je weer een of andere klimaatkneus. Die begint over het klimaat. En voor je het weet, zit je in zo'n enorme discussie. Dus kijk uit wat je doet. Weet je wel. En ook niet over asiel beginnen, hè? Nee, in godsnaam. Nou, die camera. De woorden vliegen over die kersttafel heen. Dat kan helemaal niet. Hou het light. Hou het light. Conversatie blijft light, vrienden. Het gaat over de top 2000, bijvoorbeeld. Of over een recept wat je pas geleden hebt gemaakt. Of een restaurant waarvan je vindt dat ze daar nog even naartoe moeten. Of je begint over het programma De Winter Vol Liefde. Ik noem maar wat. Dat zijn de onderwerpen. Die moet je meenemen naar het kerstdiner. Hou het ultra light, vrienden. Ja. En dan wens ik jullie gewoon nogmaals een Merry Christmas.